De geuzen zitten al op de Vliet. Toen dit in 1574 gebeurde, kon Leiden eindelijk weer gaan leven. In 1949 herdenkt de sleutelstad zijn ontzet met een herhaling van die historie. Het zijn geen echte geuzen, maar wat ze in hun vaartuigen hebben is wel echt. Haring en wittebrood, Leiden is uit de nood. Wanneer de bevrijders nog druk aan het lossen zijn, arriveert prins Willem de Zwijger. Een dag vroeger dan 375 jaar geleden, maar de prins wil dit jaar zelf de uitdeling van het zo lang ontbeerde voedsel verzorgen. In de middag wordt in een optocht Leidens beleg en ontzet uitgebeeld. En weer zijn daar de geuzen onder aanvoering van Louis van Basso. De Spanjaarden in haast gevlucht hadden een koperen ketel met hutspot achtergelaten. Een bloemenwagen die de bekende Leidse burcht voorstelt. Burgemeester van der Werf biedt het muitende volk zijn leven aan. De faculteiten van de Leidse Universiteit die gesticht werd door Willem van Oranje. Een getrouwe nabootsing van een praalwagen die tijdens het inwijdingsfeest van 1575 door de stad reed. Zo werd Leidens ontzet een luisterrijk feest.